Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer woensdag en het is 26 september en het is 11 uur 28. En ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En de beesten, nou, ik zag er eentje lopen, die prinses van mij, die is naar de waterbak. En op de bank ligt er een. En ik denk dat de andere twee buiten zijn. En waarom ik zo vroeg ben? Nou, mijn persoonlijke begeleider, die man, die is alweer geweest. Die komt twee keer per week. Maandagochtend en woensdagochtend. En mijn persoonlijke begeleidster van hetzelfde bedrijf, instantie, die komt op dinsdagmiddag. Die is gisteren geweest. Gistermiddag. En de ene keer komt ze laat, de andere keer komt ze tijd. En wanneer ze laat is, dan hebben ze een vergadering gehad. Maar ja, oké, ik heb koffie voor me staan. Ik moet nog een broodje ook eten, maar dat neem ik zo meteen. Ik moet eerst koffie. Want ik had mijn medicatie die ik 's morgens op mijn nuchtere maag inneem. Had ik wat te laat ingenomen, omdat ik wat te laat wakker was. En dan mag ik pas een half uur later mag ik wat hebben. Nou, ik denk, neem eerst koffie. Ja, dus ik zit nu aan de heb nou een lekker bakje koffie, maar dat is dus heet. Het begint nu af te koelen. En dan neem ik straks weer een bakje koffie met een broodje erbij. Lekker. En ja, ik kreeg gekke televisie natuurlijk aan, anders is het zo stil om mij heen. En ik heb altijd overdag. Nederland 3. Soms wil ik wel eens switchen als ik weet dat er wat anders komt op een andere zender. Maar meestal op Nederland 3 en dan denk ik van waarom Nederland 3? Al die kinderdingen. Nou, het is Nederlands, ik versta het, ik hoef niet bewust ernaar te kijken, ik ben bezig. Maar omdat Nederlands is, ach ja, dan hoor je soms wel eens dingen, hé, dat vind ik leuk, wil kijken. Dus ja, dan kijk je eventjes. Op zo'n manier heb ik hem dus op Nederland 3. Maar ja. Ik denk dan ook eigenlijk terug, een beetje, aan die goede oude tijd met mijn kindertjes. Ja, dat is altijd leuk om daaraan terug te denken. Hé meisje. Ja, Hopie is zo gek met haar. Zij was eerst van mijn pleegbroer, ja. Ik had haar broer, die was ook zwart-wit. En uit dezelfde ouders. En zij was uit de nest 2, maar van dezelfde ouders dus. En mijn pleegbroer, die wou dolgraag eentje die op de moeder leek. En de moeder was een echte ras. En de vader was helaas een huistuin keukenkat. En daar is dat witte van. Want iedereen denkt maar dat ze grijs is. Nee, ze is niet grijs. Nee. Ze is Russisch blauw met een beetje wit van de vader. De moeder was helemaal Russisch blauw. Er zat niet een ander kleurtje bij. Nee, en ze lijkt ook heel veel op de moeder. Ook haar doen en laten. Af en toe doet ze de pootjes zo omhoog en dan zit ze. Ik zeg nou hier, de prinses hoor. Heel deftig. Maar ja, wel leuk. En die rode, die ondanks dat hij een heel andere kleur heeft, lijkt zijn oortjes en zijn snuitje ook weer op haar. Maar het is geen familie, nee. Echt niet. En die zwart-witte, de kleine, dat is een familie van een dwergkat. Haar moeder was een dwergkat. De vader was ook weer gewoon een normale huistuin en keukenkat. Dus ja, dat haar kleine, dat het ze van haar moeder. Maar oké, lieve vrienden, ik heb weer genoeg gepraat en ik ga weer even wat doen en mijn koffie opdrinken. En ik zeg tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik heb twee bakken koffie klaarstaan. Ja, ja. Onze Mitchell is er. Hi Mitchell.
Hoi. En nou, daar ligt mijn hondje. En de prinsesje die ligt bovenop de spullen van mijn hondje. Ja, waarom ze daar helemaal raar brikkel legt, ik weet het niet. Want de troon die is nog vrij. Maar ja. Hé, jij bent ook lieve kerel. Jij mooi. Ja, en Mitchell die staat tomaatjes te wassen. En toen was hij wazig. Waarom ben je nou wazig? Ho. Zo. Maar hij heeft tevens de keuken even omhoog gedraaid. Dat hij is mij nou weer veel te hoog. Dus die moet straks weer naar beneden ook. Want dan vond het niet fijn werken om zo laag. Ja, nog hoger, hoor, maar. Want hij kan niet hoger dan hoog en hij kan ook niet lager dan laag. En dus. Ja. Vind je aan de tomaat? Lekker. Hey, man. Dus ja. En er hangen nog in de tuin, dus dat kan hij ook uit weghalen. Dus, en ik was op Facebook bezig, ik had hem niet eens zien in de gaten dat hij eraan kwam. Ik was ook bezig met mijn telefoon, was met van alles en nog wat tegelijk bezig. En dat heb je wel eens zo nu en dan, hè, dat je meerdere dingen tegelijk doet, maar dat maakt allemaal niet uit. Hè? Wat? Laag genoeg, weet ik veel. En anders geef ik u zelf wel een slinger. Ho, 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 je moet op die slang letten. Ho maar, nee, stop. Klaar. Zo, ik let altijd op de slang. Dus ja, er hangt een flexibele slang onder die aanrecht, waar dat is de afvoer, die slang. En die moet niet plat gedrukt worden door die keuken, want dan gaat het er niet meer door. Nee, gaat een beetje moeilijk. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van jullie middag. Het is, hoe laat leven we? 15 uur. Ja, de klok die loopt momenteel gelijk. Ja, vanaf afgelopen maandag loopt die gelijk. Maar het is nog maar 2 dagen, dus niet te hard juichen. Nee. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tot straks. Ja, ja, lieve vrienden, en zo zien jullie, daar is onze Mitchell. En nog meer visite gekregen. Onze lieve Corrie, die jullie ook al enigszins kunnen. Die is ook al een paar keer op de vlog geweest. En ja, wie heeft Mitchell verschoot? Onze kleine prinses. Ja, ja. Dat ik ben helemaal blij. Ja, ik ben helemaal blij. Dan moet ik mijn klepje eerst omhoog. Dan zie ik wat. Zo, en dan zitten we er met z'n drieën er helemaal op. Ja. Ja, ja. Dus ik ben blij dat Corrie er ook is. Dankjewel, Corrie, lieve schat. En een dag nadat... Ja, 10 jaar geleden. 10 jaar geleden was ja, onze bruiloft. En nu is die 1 jaar en 7 maanden van mij heen. Ja. Maar ja, wie doet er wat aan? Niemand. We kunnen hem niet terughalen, was maar zo, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ben in ieder geval blij dat Corrie er is. Zeker weten. Ik begon weer te huilen. Ja, maar wat doe je eraan? Even emotioneel. Moet kunnen. Ze zeggen, tot straks maar weer. Doei. Ja, lieve vrienden. Ja, en ik zie, het is een beetje donker. Probeer even wat anders. Een klein beetje meer licht in de keuken zelf. Ja, toch? Zo kan het toch ook? Ja, zo kan het ook. Geweldig. Hoef ik de lamp niet aan. Ja, het is alweer avond. Het is 19:36 op mijn horloge. Jullie weten, ik had visite. Ja. Mitchell, mijn surrogaatzoon. Corrie, die kwam onverwacht. Dat helemaal blij daarmee. Ze had gisteren die kaart gestuurd, dat weten jullie, van een opkikkertje. Ik zal hem er even bij pakken, weer. Die kreeg ik van Corrie. Nou, en dan kwam ze onverwacht voor de deur te staan. Tenminste, ze komt gewoon binnen, achterom, dat weet ze. Dus ik was helemaal gelukkig. Nou,
Ze wou wel weer tijd naar huis, ze wou niet blijven eten. Ze kwam alleen nog om de koffie, meer niet. En die lieve Mitchell, die heeft me getrakteerd op eten. Dat was ook overheerlijk. Ik heb daar nog van over. Staat in de koelkast. Maar ik had zelf had ik ook eten uit de vriezer gehaald. Dat was witlof met slaafvlinders. En dat maak ik morgen klaar. En dan zeg ik vrijdag het andere eten. Nee, dat gaat weer niet. Want vrijdag heb ik Astrid weer. Dus ik zaterdag weer een lekker maaltje. Ja. Blijft in de koelkast wel goed. Toch? Ja. Maar ik zou jullie allemaal eerst een hele fijne avond wensen. Voor later lekker slapen. Gezond weer op. En geniet van alles wat jullie doorgaan. En wat zal ik nog meer zeggen? Wees lief voor elkaar. En doe geen gekke dingen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En we horen elkaar wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei.